En vandaag praat Jessica met... Manon de Bie. Manon kwam er pas na een jarenlange relatie achter dat haar man alcoholist was. Sterker nog, ze had hem nooit gekend zonder alcohol. Hoe kan dat eigenlijk? Ze heeft het over alcoholisme in de familie, kopieergedrag, pleasen, signalen negeren en over hoe ze alle ballen in de lucht hield rondom de verslaving van haar man. En na een relatie van 15 jaar zijn ze wonder boven wonder nog steeds samen. Manon, welkom. En dank dat je er bent ook. Ja. Dat je zo open erover wilt praten. Ja, ja. Dat doe ik wel vaker. Ja. Dus dat is... Want je geeft ook lezingen en dergelijke hierover. Ja. Ja, en dat helpt je, zei je? Het helpt mij. En ik hoop dan dat ik met wat ik vertel, met mijn verhaal, dat ik weer een steentje bij iemand anders de rivier kan verleggen. Dus dat is eigenlijk, snijdt dat mes aan twee kanten. Ja. Ik kan mijn verhaal doen en daarmee word je wat comfortabeler met je eigen verhaal. Ja. Eigenlijk. Nou, laten we even bij het begin beginnen. Want je bent nu 49 en jij kwam 15 jaar geleden op je 34ste... in een relatie terecht met je huidige man, toen een alcoholist. Je zegt daarover dat je niet wist dat hij toen al alcoholist was, maar dat jou pas na jaren duidelijk werd eigenlijk. Ja, klopt. En dat is iets wat ik moeilijk vind te vatten. Hoe kan het dat je dat niet weet op zo'n moment? Je zit al jaren in een relatie en je weet het niet. Nou ja, ik denk dat we... wat ik wel vaker hoor is dat het beeld van een alcoholist is iemand die in de goot ligt. Die er slecht uitziet. Die altijd de fles bij zich heeft, dat soort zaken. En dat was mijn man zeker niet. Die kon in de kroeg enorm gezellig drinken. En meer dan strikt handig is. Maar daaraan zag je eigenlijk... Dat was geen vervelende man. Het was ook niet een fysiek agressieve man daarin. Dus dan heb je al niet heel snel in de gaten. Dat link je niet heel snel aan een alcoholverslaving. Denk ik. Tenminste, dat was in mijn geval zo. Alcohol was redelijk... Normaal in mijn gezin, mijn ouders die drinken ook wel een wijntje en een biertje. Als ze uitgaan of uit eten gaan of thuis of wat dan ook. En dat was als je uit bent en je drinkt, dat was voor mij normaal. Maar zien dat iemand zo enorm veel drinkt dat het schadelijk is. Ja, maar dat, ruik je het dan niet of merk je het dan niet toch aan iemands gedrag? Ja, je merkt het natuurlijk wel aan gedrag. En je merkt het zeker in de loop van de tijd merk je het steeds beter aan gedrag. Mm-hmm. In eerste instantie weet je wel dat iemand veel drinkt. En daar was ik ook zelf ook wel bij. We hebben elkaar in de kroeg leren kennen namelijk. En ik drink niet zoveel. En op dit moment zelfs helemaal niet meer. Maar dan ben je gezellig met elkaar en dat gaat in een gezellige sfeer. Het bijzondere is dat je dan weer niet ziet dat iemand thuis of op het werk ook wel veel kan drinken. Ja. En je hebt ook gezegd van dat van tevoren, toen we elkaar spraken, alcohol en alcoholisme eigenlijk normaal was in jouw jeugd. Ja. En dat je daardoor de signalen ervan ook niet zag in jouw relatie. Minder goed, ja. En je zei daarover, eigenlijk als je zo opgroeit, dan denk je eigenlijk dat dit normaal is en dat er niks mis mee is. Wat bedoel je daarmee? Dat normaal is, die is eigenlijk alcohol in de familie geweest. Mijn opa die was ook alcoholist. En er werd ook gewoon gedronken. Mijn ouders die dronken ook wel en in een normale mate, zeg maar. Maar je opa was alcoholist? Mijn opa was echt alcoholist, Dat zorgde er ook voor dat je zag jouw moeder zorgen voor jouw opa. Je zag een boze oma die het er niet mee eens was dat een man alcoholist is. Ja. Wat ben jij hierdoor over jezelf en over het leven gaan denken? Ja, toen ik zo jong was nog niet, want ik was echt klein toen dit aan de hand was. En ik heb mijn opa tot mijn 16e meegemaakt. Later, zeker in mijn eigen relatie, kwam ik erachter. En dat is nog maar een paar jaar geleden, dat ik het hele zorgzame had wat mijn moeder naar haar vader deed. Juist het voorbeeld dat je Het voorbeeld, ja. Ik heb een voorbeeld genomen aan dat wat mijn moeder deed. Echt als het zorgen voor mijn opa, zorgen dat daar de boel bleef drijven. Maar de andere kant die ik heb gezien, mijn oma, die de draak was tegenover mijn opa, die heb ik ook opgepikt. En ik had min of meer het talent tussen aanhalingstekens om het allebei te kunnen. Om te draken en te zorgen. Ja. Zeg ik het dan zo goed? Ja, dat zeg je hartstikke goed. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je boos wordt, hè, als iemand veel drinkt en dat je daar ook de effecten van hebt. Daar komen we ook straks nog eventjes op terug. Maar dan ben je de 34 en je komt dus een leuke man tegen. Het klikt, het is leuk. Je merkt niets aan zijn gedrag. En ik kan me ook wel voorstellen
als je in je jeugd dat hebt gezien, wat jij dus hebt gezien, hè, dus dat je dat als normaal gaat zien, dat je dan wel bepaalde signalen mist. Ja. Maar wat ik dan toch wel heel moeilijk vind om te begrijpen uit jouw verhaal is van dat je het dan niet merkt. Je hebt toch wel signalen gehad of heb je die genegeerd wellicht? Die heb ik volledig genegeerd waarschijnlijk, ja. Ja, nou moet ik wel toegeven dat er een verschil zat tussen mijn opa en mijn man. Mijn opa was iemand die vooral thuis dronk, die de flessen verstopte. Toen hij overleed en toen mijn oma uiteindelijk de winkel wegdeed, hebben we flessen werkelijk overal en ergens gevonden. En hij verstopte het. Hij dronk in het geheim en mijn man was daar heel open in. En dat is denk ik waar wel het verschil zit. Want dat open drinken dat jij ergens als jij in een kroeg of op een terrasje wat drinkt of bij eten wat drinkt, dat was voor mij een normaal iets. Ja. De hoeveelheid waren niet. Het maar meer dan het, gemiddelde hoeveelheden, dat gaf bij jou die signalen niet vanwege jouw jeugd eigenlijk. Waarschijnlijk wel, ja. Hey, en nou glij je er op een gegeven moment steeds verder in. Het wordt steeds erger met kleine stapjes en beetjes, waardoor je het niet in de gaten krijgt. Hij drinkt ook op zijn werk, heeft een hoge alcoholtolerantie, waardoor je het ook niet altijd merkt. Ja. Je krijgt dus hier en daar wel wat signalen die je negeert, totdat jouw man oogproblemen krijgt, gezondheidsproblemen, vergeetachtig wordt. Iets wat jij ook herkent bij jouw alcoholverslaafde opa. Ja, nou mijn opa die kreeg echt gezondheidsproblemen, nog niet zozeer qua geheugen. En ik vraag me af of ik oud genoeg was om dat te herkennen. Maar wel qua gezondheid. Het is bekend met alcoholisme dat je aderen daar last van hebben, onder andere. En hij had echt wel hart- en vaatklachten daarin. Ja. Ja. Je besluit het steeds vaker aan te kaarten. Daar komen we straks na het volgende liedje ook nog eventjes op terug. Ja. We hebben een toepasselijk liedje daarbij uitgekozen. Jij wil eigenlijk gewoon een goede relatie wilde hebben, maar met een verslaving ertussen kan het wellicht lastig zijn. Dan ben je misschien wel het onmogelijke achterna aan het gaan. Chasing the impossible. Elske de Wal. In de studio Manon de Bie. En Manon, ik had het net al met jou over jouw relatie met jouw alcoholverslaafde man. Ja. En ja, eigenlijk net als in het liedje was jij eigenlijk iets impossible, chasing the impossible, eigenlijk iets onmogelijks achterna aan het gaan. Hè? Jij kaartte het aan bij jouw man van hey, uiteindelijk, hè, je hebt het heel lang niet gezien en de signalen ook genegeerd. Je kaart het aan, hey, er is hier een probleem. Je kaart het nog eens aan, je wordt boos. Ja. Niets helpt. Wat doet dat dan met je? Daar raak je gefrustreerd van. Ja, daar raak je heel gefrustreerd van. En ja, en achteraf kwam ik er ook achter dat je er heel erg machteloos van gaat voelen. Er gebeurt gewoon niks. Het kon goed zijn dat ik inderdaad boos op hem werd. En dan dronk hij een dag niet. En om de dag daarna gewoon weer keihard door te gaan. En dan was ik hem weer kwijt. En dat is heel frustrerend. Ja. Ja, dat maakt je heel erg boos. Ja. Ja. En dan heb je van alles geprobeerd. Je probeert je man naar de AA te krijgen. Ga naar de huisarts. Ja. Hij blijft dus inderdaad drinken. Dag wel, dag niet. Je ging al minder met hem naar feestjes, omdat je man met alcohol op daar vaak ruzie maakt. Je vroeg nou, ruzie nog niet zozeer, maar wel. Hij werd geen aangenaam persoon erop. Hij kon heel erg discussiëren dan. En dat werd er niet plezieriger op, ook voor de andere mensen niet. Maar wat is dan het verschil tussen discussiëren en ruzie? Wat bedoel je dan? Nou, discussiëren, dan ga je doordrammen in een onderwerp waar je over spreekt. Ruzie zoeken is dat je echt tegenover elkaar staat. In discussie hield hij heel erg vast aan zijn meningen en daar werd hij heel stellig in. Maar wat maakte dan dat jij het zo heftig vond dat je niet meer besloot om naar feestjes mee te gaan? Omdat ik me heel onaangenaam voelde. Ja, daardoor. En dan, je weet dat het uit de hand loopt daarmee. En dan ga je daar gewoon niet meer mee naartoe. Ja. Ja. En je vroeg hem ook niet meer om boodschappen te doen. Want dan had je het idee van, dan gaat hij toch weer naar de kroeg. Ondertussen voel jij je eenzaam. Je hield alle ballen in de lucht. Ja. Wat maakt dat je dan nog bij hem blijft? Wordt het dan niet gewoon tijd om te zeggen, gooi de handdoek in de ring? Nou, dat is ook uiteindelijk gebeurd. Dat zeker. Maar om de een of andere vreemde reden kost dat heel veel moeite. Hoe ver moet het dan komen? Tot je stop zegt en tot hij heel ver. In mijn geval heel ver. Ik lag, uiteindelijk kwam ik erachter, toen hij werd opgenomen, lag ik echt op de bodem van mijn put.
Dus dat gaat heel ver. Want je hebt hem eruit gezet. Ik heb hem eruit gezet, ja, uiteindelijk. Toen zat ik er zo doorheen. Het punt is, je zit in een patroon in je leven wat doorloopt en doorloopt. En daar ga je eigenlijk in mee. Totdat ik uit mijn patroon, totdat ik eigenlijk even uit mijn leven werd getrokken. En eens van de zijlijn kon zien wat er gebeurde. Dat anderen me even meenamen en lieten zien van, joh, dit is wat er met je leven gebeurt. En hoe bedoel je meenamen? Nou, mijn moeder en mijn zusje namen me letterlijk mee op vakantie naar Amerika. En dat was het moment waarop ik tot rust kwam eigenlijk. En zag in welke race, zeg maar, ik aan het meelopen was. Ja. En dan woont je man dus niet meer bij je. Jij bekijkt het dus van een afstandje. Uiteindelijk gaat jouw man wel hulp zoeken bij een kliniek. Jij zoekt... Dat was wel vrij kort daarna gebeurd. Ik heb hem op een gegeven moment heb ik hem eruit gezet. En 3 weken later heeft hij zich op laten nemen. Ja. Ja. Maar jij zoekt zelf ook hulp. Want wat gebeurde er met jou? Ja. Waarvoor zocht je hulp? Ja. Nou, toen ik hem het huis had uitgezet, had ik nog steeds wel oog op wat daar gebeurde. Hij ging naar de kliniek toe. En ik heb samen met mijn schoonzussen heb ik hem daar naartoe gebracht. En toen zag ik eigenlijk, toen kreeg ik een folder mee van hun. En daar stonden wat kreten in die, toen ik thuis kwam en het las, gaf dat mij een schok. Frustratie, machteloosheid, je leven stuurloos. Het idee dat het mijn schuld was dat hij dronk en dat soort zaken. En toen had ik wel het idee van, goh, ik zit in iets waar ik wat mee moet. Nou ben ik wel geneigd om hulp te zoeken, gelukkig. Maar hier moest ik zeker wat mee. Ja. En dat was echt mijn gevoel. Ja. Ja, want jij bent jouw patronen gaan onderzoeken. Want jij was dan wel niet verslaafd aan een middel, maar jij was verslaafd. Kwam je erachter aan het zorgen voor een ander, zoals jij het omschrijft. Maar wat is er erg aan het willen zorgen voor een ander? Nou, dat is ook niet erg. Het is ook mijn kracht. Maar als het excessief zorgen voor iemand wordt, ja, dat is zo ongezond voor jezelf, voor je eigen lichaam, voor je eigen zijn, zeg maar. Waar ben jij dan? Waar ben ik dan? Ja, en er zit een verschil tussen gewoon zorgen voor iemand, zoals je dat wel vaker doet, en deze zorg voor. Ja. Want wat je doet is de dingen, doordat je zorgt voor iemand anders, plaats je de dingen buiten jezelf, leg je de focus buiten jezelf. Ja. En kijk je niet meer naar wie jij bent. Dat is een mooie. En dat ben je dus aan gaan pakken. En toch ook ga je weer met je man verder. Maar je kende hem eigenlijk helemaal niet zonder alcohol. Nee. En dan ga je dus eigenlijk een relatie aan met iemand die je niet kent, lijkt me. Ja, klopt. Hoe is dat dan? Eigenlijk is het elkaar opnieuw leren kennen. Dan weliswaar met een flinke rugzak op. Want normaal stap je natuurlijk verliefd in een relatie. En dan leer je een vreemde. Leer je ook kennen. En daar word je verliefd op. En daar krijg je een relatie mee. Dit doe je met een rugzak op. En dat was heel erg spannend. Zometeen meer. Maar eerst eens een liedje over hulp. Over zorgen voor de ander. Over hulp bij patronen doorzien. Over hulp bij alcoholisme. Help. Help, I need somebody. Want het is toch een heerlijk liedje van de Beatles, Help. En het slaat ook wel, Manon de Bie, op jouw verhalen. Hè? Dat je hulp zelf ging zoeken. Je hebt je ook aangesloten bij een zelfhulpgroep, Al-Anon. Ja. Jouw man is in therapie gegaan. Jullie hebben je relatie toch voortgezet. En je zei net al van, ja, dan moet je eigenlijk iemand opnieuw leren kennen. Ja. Hoe is je relatie nu? Het blijft groeien, maar nu is die goed. We hebben beter eigenlijk zelfs dan die ooit daarvoor geweest is. Je leert elkaar kennen. Het was heel erg op eieren lopen zeker het eerste half jaar. En daarna leer je iemand kennen en ontdek je toch dat hij leuker is dan die daarvoor was. Oh, dat is een mooie meevallen. Ja, dat is echt een hele mooie meevallen. Ja, dus dat was best wonderlijk. Ja, maar was je dan ook niet, vertrouwde je hem wel? Was je niet bang dat hij toch weer naar de fles zou grijpen? Niet. Nee, maar nee, absoluut. En dat was toen hij opgenomen was, heb ik dat ook aangekaart in de kliniek. Van, joh, ik weet niet of ik aan toe ben dat jij naar huis komt. Dat was even voor hem een schok. Maar het mooie is dat door Al-Anon leerde ik langzaam maar zeker dat het ook om mij gaat. Dat het dan om mijn gevoel gaat. Als hij zeg maar een uitglijden maakt of een terugval heeft,
ja, dat is zijn ding. Daar moet hij wat mee. En daar hoef ik niks meer mee. Hoef ik hoef niet alleen als een rugzak met je mee te dragen. Nee, ik hoef niet meteen in de stress te schieten dat er wat gebeurt. Nou, zou ik dat in eerste instantie wel doen. Maar het mooie is dat ik daarbij de steun, zeg maar, van de anderen die bij Al-Anon zitten, ja, kan inroepen. Dat ik daar mijn ei kwijt kan. Ja. Ja. En nou is Al-Anon een zelfhulpgroep, hè, wat ik net al zei. En dat is voor partners en ex-partners van mensen met een alcohol of gewoon een verslaving. Partners, maar vrienden, familieleden. Iedereen die te maken heeft met iemand met een verslaving. Ja. Maar jij bent nog steeds bij die zelfhulpgroep. Ja, waarom is dat? Want nu zou je zeggen, ja, het gaat toch allemaal lekker op rolletjes. Ja, maar je zit zo lang in een patroon, dat ben je ook niet zomaar kwijt. En bij Al-Anon kijk je eigenlijk iedere keer weer naar jezelf, naar delen van jezelf. En het hoeft niet altijd terug te grijpen zijn naar het verleden, maar je kan wel bepaalde dingen onder de loep leggen om ervoor te zorgen dat niet ik terugval. Waar zeg maar de AA in jou pleasen, jou helpen. In waar hij de zelfhulpgroep heeft om te zorgen dat hij niet terugvalt. Om te helpen om hem terug te vallen. Dus, heb ik ook hulp nodig om constant naar mezelf te blijven kijken. Om scherp te blijven op dat wat ik doe. Kost minder energie dan gedacht. Maar je hebt het wel nodig om met een regelmaat echt te kijken van wat doe ik nou? Hoe reageer ik op een situatie? Zo lang werkt zo'n patroon door. Want dan heb je het dus niet alleen over die verslaving van je man, maar dus ook vanuit jouw jeugd al waar dat is ontstaan. Ja. Ja. Je bent op jezelf teruggeworpen geweest. Je hebt je patronen ben je aangegaan. En je hebt toen anderhalf jaar nodig gehad om uit een dal eigenlijk op te krabbelen. Je zegt daarover, dat was om te weten wie ik ben, waar ik voor sta. Ja. Heb je daar nu een antwoord op gekregen? Nou, zoals in het hele leven nooit volledig. Maar ik heb wel een veel beter beeld van wie ik ben en hoe ik in het leven wil staan. En wie ben je dan? En ik denk dat dat belangrijk is. Ik ben iemand die van huis uit gewoon heel zorgzaam is. En daar heel sterk en krachtig in kan zijn. En ook überhaupt krachtig kan zijn. Maar ik moet daarmee wel zorgen dat ik daar niet in doorsla. Ik had eigenlijk dezelfde karaktertrekken als dat een verslaafde heeft, als een middelenverslaafde heeft. Dat heb ik leren kennen van mezelf. En dat is waarin ik kan veranderen. Waarin ik ervoor kan staan dat ik ervoor kan zorgen dat ik niet meer doe wat ik heb gedaan. Mm-hmm. En als je dan de Manon van 15 jaar geleden vergelijkt met de Manon van nu. Ja. Als je dan één ding zou moeten noemen wat het meest opvalt, waar zit dan het verschil? Wat heb je over jezelf geleerd? Ik kan zachter en rustiger zijn naar mezelf. Ik kan liever zijn naar mezelf en ik kan mezelf zien. En ik denk dat dat belangrijk is voor mij. Ja. En jij treedt met dit verhaal naar buiten om jouw ervaringen te delen. Ja. Jij geeft voorlichting, ook onder andere met dit interview doe je dat. Waarom is het voor jou belangrijk om jouw verhaal te delen? Het is die mate belangrijk omdat ik merk dat door zelf mijn verhaal te vertellen, wordt het verhaal voor mij zachter. Landt het, krijgt het zijn plek. Maar daarnaast vind ik het belangrijk om wat met mijn ervaring te kunnen doen. Om misschien ergens bij iemand die bijvoorbeeld nu luistert een klein steentje te verleggen. Om een ander een hart onder de riem te steken dat als je mee te maken hebt en welk diep dal je ook zit, dat er een weg uit is. Je kan op die bodem van je eigen put liggen, maar er is altijd een weg eruit. Een boodschap van kracht en hoop eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja, als ik zie wat wij bereikt hebben. Ik heb een waardevolle relatie met mijn man. Ik heb mezelf leren kennen. Wij kunnen eerlijk zijn naar elkaar over hoe je je voelt en wie je bent en waar je staat. En als je hulp nodig hebt, kan je dat vragen. En daarmee ben ik wat hij in ieder geval aangeeft, een prettiger en mooie mens geworden. Ja. Nou, dus iets wat jij zelf bent dus gaan leren hierdoor. Ja. Daarmee wil je dus ook anderen inspireren. Ja, absoluut. Ja. Wil je nou meer informatie over Al-Anon? Kijk dan op www.al-anon.nl. Op diverse plaatsen in Nederland kunnen mensen zich aansluiten bij een zelfhulpgroep. Ook voor omgaan met andere verslavingen niet. Ja. We sluiten af met een liedje van Jazz, The Only Way Is Up. Een lekker luchtig nummer, want meer lucht is er nu wel gekomen in jouw leven. En Manon, na alle ellende kun je misschien ook alleen maar omhoog. The Only Way Is Up dus. Dankjewel Manon. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Yes Radio.
Like en deel deze video en vergeet je vooral niet te abonneren. En neem ook eens een kijkje op onze Facebookpagina en geef ons een dikke like. Tot Jess!